Vlak naast de Kolpingbuurt ligt het stadion van voetbalclub NEC in het Goffertpark. Geen wonder dat deze club in de arbeiderswijk altijd veel aanhang kende. De Kolping is NEC. Dit is Loetje. Hij is NEC-fan in hart en nieren en woont al bijna zijn hele leven in de Kolping. Hij heeft hier ook nog altijd familie wonen. Ja, ik zeg altijd, ik woon in de Kolping. Ik heb niet het grootste huis, maar ik heb wel de grootste tuin. En in die tuin staat het stadion van NEC. Dit praat over minutenwerk, dus ja. Het wijkcentrum hebben we voor 15 jaar terug erop ingericht qua kleuren. Johan Neeskens is bij ons geweest. Allerlei activiteiten van de jeugd en zo. Een fanatieke supportersgroep komt er vandaan, jazeker. We hebben wat binding in de Kolping met NEC, ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik verloren mijn buurt nu. Ik werk bij de gemeente Nijmegen en als ze mij vragen waar ik woon, dan kan ik een tactisch antwoord geven dicht bij de Goffert. Dat doe ik niet. Ik woon in de Kolping, zeg langs de spoorlijn af en de Muntweg. Daartussen de Kolpingbuurt. En dan weten ze het vaak wel. Oké. Kijk, dan kom ik hier aan. En dan loop ik altijd even een Pietje toe. Hè. Dat is een oude trouwe supporter. En die reik ik dan even de hand zo. En dan is het van Piet, vandaag gaan we weer, jongen. Wat wil je het? Ja, de ene keer dit, de andere keer dat. Komt nooit uit. Maar goed. En dan kijk ik hier nog met een paar maten samen hier een beetje te kijken naar het intrappen. En turen zo even door het stadion in. En dan, ja, dan ga ik naar boven toe naar mijn plekje. Goed, het links en rechts nog een paar man. En dan zoek ik mijn plekje op. En dat is helemaal hier bovenin. En dan gaan we zitten. Hap-tjap. En dan laat ze maar komen. Hier trekken wij ten strijde voor rood, zwart en groen. Daar ben ik mee opgegroeid, hè. Van kleins af aan, van het inglippen tot de seizoenkaart. Mijn vader die gaf geen geld voor om naar NEC te. Dat was er gewoon niet. Dus dan, we kregen alles, maar kaartjes van NEC, dat moest schillen misschien hoe binnenkwam. En dat ging wel vrij makkelijk om, want in de buurt hadden we wat van die supposter wonen. En die stonden hier aan de poort. En dan was het, kom maar Menneke. Dus dan liep je gewoon erin. Dus dan waren allemaal omens, hè, want dat was vroeger in de buurt. Hè? Ome Piet en ome Theo en ome Jan. En ja, er woonden een paar bij ons in de buurt. Twee schoonzoons heb ik bij me. Eentje woont in de Kolping, eentje woont er in. Ja, woont eigenlijk ook in de Kolping, die zit bijna de hele week bij me. Die zit hier naast me. Nee, verder zit hier niemand uit de Kolping, nee. Die zijn naar een ander vak, die zijn naar het sfeervak verhuisd, daar in die hoek. Naar de staanplaats. Gaan ze zwaaien en vlaggen en in de blote buik en rookbommen en verzin het maar. Ja, maar die tijd heb ik gehad. Dat doen we niet meer. Loetje zal binnenkort ook naar een wisselwoning moeten, want hij wil in zijn Kolpingbuurt blijven wonen. Een wijk die op de schop gaat. Zijn ouders hebben dat ook meegemaakt. Het zorgde er destijds voor dat zij hier terecht kwamen. Zo jongen. Ja, het café van mijn ouders, hè? De scheepvaart. Willy van ons, de sleutelspecialist, is daar geboren. En toen hij geboren was, toen moesten ze verkassen. Het werd gesloopt daar. Alles ging plat op de Waal, op de Waalkade. Dus mijn ouders die moesten daar ook weg. En toen zijn we hier in de Kolping terechtgekomen. Ja, dat is nu 56 jaar terug. Mijn moeder stond achter de baan met de kinderen. Die had toen op dat moment had ze al drie kinderen met Willy erbij. Ja, en mijn vader die deed, dat was dus een beruchte kei-sjouwer. Ja, kei-sjouwer noemen ze dat. Dus die namen boten aan en die deden ze met de hand lossen. En dan namen ze aan en dat was hard werken. Die noemden ze de beul van de kei. Ja, heel mooi. En mijn opa die noemden ze de sneur van de kei. Ja, nou ja, dat zou je wel, ja, zo'n sneur, daarvoor noemen ze ook zo, hè. Maar dat waren beruchte types, ja. Tenminste, mijn vader was niet de grootste bij ons thuis. Terwijl wij allemaal wel flink zijn. Maar hij was voor de dode dood niet bang. Ja, die had echt een naam op de kei. De beul van de kei. Ja.
De buurt is niet meer de buurt wie het was. Niet in die zin van negatief. Nee, er is gewoon van heel veel bekende mensen waar ik mee opgegroeid ben. Want ik heb al verteld, 55 jaar woon ik hier. Ik kon iedereen, nou niet meer, maar ik kon iedereen. Maar er zijn natuurlijk wat verhuisd. Een hoop zijn er overleden. Dat is eigenlijk wel de reden waarom mensen hier weggaan. Als ze overlijden, dan gaan ze weg. Anders gaan ze eigenlijk niet gauw weg. En daarom is de renovatie voor velen een ingrijpende gebeurtenis. Voor Loetje zal het wel meevallen. Hij heeft erger meegemaakt. 20 jaar terug is de wereld voor mij helemaal veranderd. Toen werd er diabetes bij mij geconstateerd. En daar heb ik heel veel moeite mee. Een paar keer in coma en ziekenhuis opgenomen. Heel moeilijk instelbaar. Heel veel hypo's. Dus ik heb ook wat sporten moeten laten gaan. Ik heb 30 jaar motorrijbewijs, motor verkocht. Allemaal die dingetjes. En dat heeft een hele grote impact op mijn leven gehad. Nog steeds. Ik word er een klein beetje emotioneel van. Omdat ik zoveel moeite heb ermee. Dus mijn wereld is heel erg veranderd.